Het is eind februari en ik ben in Leeuwarden. En dit is de camperplaats Leeuwarden. Wat kan ik jullie van deze camperplaats vertellen? Hij zit midden in een woonwijk, in een haven. En dat is, dat noemen ze hier, de eigenares staat hier. Margreet Reugen van camperplaats Leeuwarden. En Margreet, dit is een woonwijk, hè? Ja, klopt. We zitten in de woonwijk Zuiderburen. Ja, Zuiderburen was dat. Zuiderburen, ja. Klopt inderdaad. 12 plaatsen hebben jullie. Ja. En jullie zijn bezig ook met verbouwingen, heb ik begrepen. Ja, daar zijn we nu... Of verbouwingen... In de planning zitten. Ja, ja. En wat wordt dat dan? Wordt dat groter? Of, Het wordt groter. We gaan een stuk water gaan we dempen, zodat we meer camperplaatsen creëren. Dus dit wordt kleiner? Het stuk water hier? Ja, dat gaat meer naar, naar voren. Dus zodat we meer ruimte krijgen voor de camperplaatsen. Ja. We hebben de campers net even wat meer ruimte. We maken het ook wat meer met groen voorziening komt erbij. Ja. Zo breiden we uit naar ongeveer 24 camperplaatsen. Oh, dat is mooi. Ik zie hier overal water en ik zie hier huizen. Het is wel heel gezellig. Ik denk in de zomer, als het hier wat groener is. Je kunt ook mooi fietsen, vermoed ik. Ja, zeker. We zitten ook aan de knooppuntenroute. Dus mensen komen hier ook echt graag om te fietsen. Fietsen ze ook naar Grauw, Warten. Oh ja, stad natuurlijk. Ja. 15 minuutjes fietsen. En zijn de gasten in de stad. Ook ideaal. Okay. Inmiddels heb ik alles laten zien. Ik heb een rondje gedaan. Ja. Hier kun je dus drinkwater tappen. Ja. Hier kun je grijswater kwijt. Ja. En wat is dit? Deze container? Ja, dat is een apart concept. Als mensen bij ons binnenkomen, kunnen ze de brochure eruit halen. Hier zit alle informatie in over de camperplaats. Yeah. Ook hoe het werkt. En ze krijgen een unieke kortingssleutel krijgen ze mee voor in de stad. Ah, ja. En zo kunnen ze bij zeg maar 40 bedrijven kunnen ze overal leuke acties... Wat leuk. Is dat jullie eigen concept geweest? Ja, ja. Heb je dat zelf bedacht? Ja, oh, wat goed. Bedacht. Ja, ja, leuk. Samen met ondernemers te denken, hoe kunnen we de camper nog meer plezier geven hier in Leeuwarden. Ja. En gasten, als ze weggaan... Gebruiken ze de envelop, doen ze het geld erin en doen ze in de brievenbus. Ja, zo heb ik dat gisteravond ook gedaan. Nou, heel goed. Nou, leuk. Ik ga nog even, wat moet ik nog laten zien? De stroomzuilen, heb ik twee, drie gezien? Ja, elke camper heeft de stroomvoorzieningen. Ja, ja. Ja, ik zie daar stopcontacten, ik zie hier stopcontacten. Ja. Daarachter waar ik sta en daar op de hoek geloof ik. Ja, nee, daar is voor de boten. Oh, dus voor de boten. Bij de containers zijn ook nog een paar aansluitingen. Oh, ja. Maar dat gaat straks allemaal veranderen. Ja. We verwachten ongeveer in september, oktober mee te beginnen. Okay. We willen nu graag nog de camper aan ontvangen dit seizoen. En daarna gaan jullie beginnen. Morgen gaan we los. Oké. Dank je. Ja, bedankt. Dag. Dag.